richting, hè? Ja. Ik kan alvast daar gaan staan. Nee. Oh, wat een redding, hoor! I believe I can fly. Conchita, doe een backflip. Wat is dat? Knol power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb net heerlijk gedoucht. En ik ga even kijken in de woonkamer, want gisteren heb ik een zwembad gevuld. In mijn eigen woonkamer hier met 1 miljoen Orbeez. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat er nu uitziet. Het kan wel zo zijn dat Mees nog aan het slapen is op de bank. Maar dan komen we gauw genoeg achter. Dus laten we gaan. Oh, verdomme. Holy shit. Oké, Lars is dus ook wakker. Oh. Ja, ik stond hier, ik hoor je over praten. Ik denk, dit is een mooi momentje. Maar je gaat even checken. Ja, ik ga checken. Had ik ook wel gezien. Hey, goedemorgen. Laten we even checken. Oh, wow. Het bad is nice gevuld. Hey, goedemorgen Mees. Ella. Oké, laten we even de rolgordijn omhoog doen. Dit is hoe het er nu uitziet, mensen. 1 miljoen Orbeez in een zwembad. En als ik er met mijn hand doorheen ga... Wow! Het is nog wel heel erg waterig, hè? Ja, het is wel echt bizar waterig. Ja, ik had verwacht dat het minder waterig zou zijn. En veel meer balletjes. Maar kijk hoe groot ze zijn geworden. Helemaal gevuld met water, die balletjes. Dat is wel echt bizar. Ik probeer ze kapot te knijpen, maar... Oh, dat kan! Oh, shit. Oké, je kan ze kapot knijpen. Weet je dat ook weer? Volgens mij onderschat ik hoe koud het is. Dus gewoon water uit de kraan wat hier al wel even een tijdje staat. Ja, dus bijna 24 uur lang hebben we dit laten staan. Nu is het dit geworden, maar het is zoveel te koud eigenlijk. Is het heel koud? Ja, het is heel koud. Je mag wel als eerst als je wil. Nee. Oh, dat durf ik wel. Nou, dat durf ik wel. Mooi, doe ik een stapje opzij. Dat voelt wel raar. Hoe voelt dat? Oh, dat voelt wel lekker hoor. Ja? Ja, ga er ook maar in hoor. Je hebt gisteren de Iceman gezien. Ja, ik heb gisteren een documentaire gezien over de Iceman. Dat is Wim Hof. Shout-out naar Wim Hof. Dat is een man die door middel van ademhaling zijn onder andere lichaamstemperatuur onder controle kan houden. I am the Iceman! En het is wel leuk om misschien een keer die oefeningen te doen, die ademhaling. Ja, maar dan moet je in een ijsbad zitten, dus we kunnen nu niet in een ijsbad. Nee, dat is niet per se een ijsbad, mag ook gewoon zitten of liggen. Oké. Wow, dit voelt raar! Je zit er tussen mijn tenen! Hij zit dat niet? Nee, ik heb kleine voetjes. Wow, ze gaan tussen mijn tenen zitten! Serieus? Ze zitten allemaal tussen mijn tenen dan, gedrukt. Zo, dit is raar, hé. Oh, mijn benen waren wel een beetje koud. Ja, het is echt ijs en ijskoud, mensen. We hebben net de verhouding niet helemaal goed gedaan. Want eigenlijk zou het zo moeten zijn dat er geen water meer in zit. Dus dat het niet meer druppelt, zoals dit. Dus dan is het minder koud ook. Ja, dan is het veel minder koud. Want de bedoeling is eigenlijk om dit hele bad alleen met Orbeez gevuld te hebben. En niet echt meer water erbij. Maar goed, het is zo moeilijk om die verhouding in één keer goed te doen, want ik heb dit nog nooit eerder gedaan. En dan in één keer in zo'n knijtersgroot familiezwembad. Oké, daar ga ik. 3, 2, 1. Oh mijn god. Oh mijn god. Zo, dit is raar. Het ziet er ook zo raar uit. Oh, want je ziet je lichaam bijna ook niet meer hierbovenin. Je ziet alleen een hoofdje. Oh, stilstaan. Ik ben nog helemaal niet met mijn buik onder water geweest. Oh my god. Maar zal ik je wat vertellen? Nee. Zal ik je wat vertellen? Het is helemaal... Oh, ze loopt dus mijn bil.
Ze lopen allemaal tussen mijn billen. Nee joh. Wat? Dan zal ik je wat vertellen? Oh, er zijn al een paar kapot. Dat kan ik je vertellen. Tussen je billen. Ja, tussen mijn billen. ik zat te veel met samengeknepen billen. Maar het is geen eens zo koud als je denkt als je helemaal erin zit. Als je helemaal eronder ligt. Serieus, want zie mij gewoon chill staan hier. Zie maar gewoon chillen. Zie maar gewoon chillen. Oh, ik ben gewoon aan het chillen. Ik ben gewoon aan het chillen. Ja. Dus ja, dat valt echt wel mee hoe koud het is als je eronder ligt door middel van die Orbeez. Nou, dat is mijn lekker. Nee, serieus. Nou, dan ga ik er dan ook mee helemaal onder. Ja, ga er helemaal onder. 3, 2, 1. Mijn benen drijven gewoon. Het is echt koud. Waarom drijf je jouw benen? Ja, ik drijf helemaal aan mijn borst. Oké, stoppen. Alsjeblieft. Thanks. Je hebt het is je borst. Dames en heren, welkom bij ochtend zwemgymnastiek. Als eerste, vul een bad met 1 miljoen Orbeez. Als tweede, vind iemand die zo gek is om dat te doen in zijn woonkamer. Als derde, doe je knolpower zwembroek aan. Als vierde, kijk goed mee en doe mij na. Kijk uit. We hebben al 100 meter gehad. 100 meter! 150! 200 meter! We gaan voor de 500. En rugslag! Rugslag! Blijf aan je ademhaling denken. En omdraaien. Vlinderslag! 350 meter vlinderslag! Kijk uit! Oh, 450 meter! We zijn bijna bij het einde. Martijn, focus. Blijf je focus houden. We zijn er bijna. Mijn tenen beginnen te creperen. Maar we zijn er bijna. De laatste 10 meter doen we onder water. Ja! Finish! Woo! En dit is, dames en heren, de beste ochtendgymnastiek die je kan hebben. En straks gaan we Lars nog zien. En Mees nog zien. Oh. Denk eerst alleen dat je even door je hele huis moet zoeken naar Orbeez. Ja, ze zijn er zoveel over. Ja. Kijk overal. Ja. Kijk dit, hier liggen allemaal Orbeez. Ik ben een rich man. Miljoen Orbeez. Is het niet zo dat het water zich aanpast aan de kamertemperatuur? Dus dat zou betekenen dat het water ongeveer 20 graden is. Ja, het water is ook ongeveer 15 graden of zo. Ja, dat is wel kouder voor mijn gevoel. Maar het is zeker geen 20 graden hoor. Ja, maar de zee of zo is... Weet je hoe koud 20 graden is? Dat is echt heel koud. Ja, douche normaal echt op 40 graden of ja, zo. Ja, want de lichaamstemperatuur van de mens is 37. Ja. Dus ja, dat weet ik ongeveer wel. Dus dan voelt dit echt als min 10 zeg maar het is maar 20. Zien. Door het zwemmen, zo net in dat water, zijn er zo verschrikkelijk veel Orbeez bij mijn zwembroek gekomen. Kijk dan. Zo! Zo! Er zit gewoon bijna 1 miljoen Orbeez in je zwembroek alleen al. Ja, kijk dan. Het blijft maar gaan. Het is echt niet normaal. Het gaat overal in zitten. Hey, Mees is de zwembroek aan! Mees is er klaar voor! Lekker man. Nou, maak het badje vrij voor jou. En je hebt gezien, Mees, hoe lang ik erin heb gezeten. Want jij bent gaan douchen en ik kom er nu pas uit. En kijk, het valt best mee. Mijn voeten, qua roodheid en zo. Nice. Op een gegeven moment begin je eraan te wennen.
Maar je moet wel, zeg maar, een beetje gymnastiek doen in het water. Een beetje bewegen. Ja, dan word je warm. Oké, okay, Mees. Hij geeft geen fuck. Oh, 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 oh. Lekker, hè? Ook koud, hè? Zo'n klein beetje koud, ja. Ready. Set. Go! Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Harder, sneller. Ja, dit is wel grappig. Zo raar. En Mees aan kop. Oh, nee, daar komt Kim. Tjoep, tjoep, tjoep. Hij is snel vast. Kijk, zwemmen erboven. En borstkrol, borstkrol, borstkrol. Oh, dat gaat massen. Let's go, man. Let's go. Oh, jootje. Nee, wacht. Rugslag, rugslag, rugslag. En nu nog onder water met je hoofd. Ja. Zo gaat zwemmen en gaat bewegen, dan heb je echt geen idee waar je bent. Dus eigenlijk zou ik wel zo'n mega zwembad, zo'n buitenzwembad willen vullen met Orbeez. Ja, gewoon het zwembad van Milan of zo. Ja, zo'n groot zwembad. Dat zou echt super bizar zijn. Dan moet je gewoon een paar miljoen Orbeez in doen. Maar hoe ga je dat legen? Niet. Nee, laat ze er gewoon in. Oh my god. Maar ik vind wel dat het meevalt op koude, dus jullie hebben je wel een beetje aangesteld. Nou. Maar wij hebben het warm gemaakt voor jou. Heb je geplast? Ja. We hebben schuddebuikjes! Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar voor mij is het een beetje een ding van vroeger. Wat is er? Wat mis ik? Dat je dit nog steeds eet, dus niet van vroeger. Nee. Oh. Ik weet niet of jullie dit nog kennen. Zo van jullie zijn ook zo oud als ik. Ik weet niet of jullie dit kennen, maar dit is de shit van nu. Je weet toch, schuddebuikjes. Dit zijn zeg maar hele kleine mini pepernootjes. Het is echt super lekker. Het is echt super lekker. Maar dit doet me denken aan gewoon heel erg lang geleden. Want toen had ik dat ook altijd al. Ik heb dat heel lang niet meer gehad, zeg maar. Ik wilde er eigenlijk meer op doen, maar dat vind ik een beetje asociaal. Dus ik heb nog een beetje voorzichtig gedaan. Er is ook nog voor de rest. Hè. We zitten met meerdere mensen hier. Kijk, ik heb ook lekker vers geperst. Oeh, lekker. Goed geperst. Even de bicepjes. Lekker hoor, goed gedaan. En de lekkere ijskoffie nog van Kjeld, van de Orbeez. Shout-out naar jou. Check eens even hoe dat erbij ligt. Ja, dankjewel, dankjewel. Deze miljoen Orbeez heb ik dus gekregen, hè, van de Kjeld. Dit is echt nice. Dit noem ik nou een goede ochtend. Een mooi, 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 mooi ochtendje. Goed om de dag zo te beginnen. Ga maar zitten. Storm. Hey, Storm. Waar ga je heen? Dit is de hond van de buurvrouw. Storm. Die is hier nog nooit bij mij binnen geweest. Dus ik weet niet wat die van plan is. Storm, kom hier. Hey. Dat is wel echt een leuk hondje. Ja, dit is wel een schattig hondje. Die is ook net naar de kapper geweest. Storm, kom hier. Hey, ben je lekker aan het snuffelen? Die is echt goed aan het snuffelen. Ja, kijk, die is aan het snuffelen bij de krabbal van Sok ook. Dat snap ik wel. Die ruikt kat. Hey, ruik jij kat, hé? Hey? Hallo. Hallo, ruik jij pussy? Hé? Ja, ruik jij pussy? Oh, lieverd.
Hè? Ja, lieverd. Het is echt zo schattig, kijk dan. Zijn vrienden hebben allebei een snor. Ja. Ik vind die baard van jou wel wat mooier, hè, Storm? Maar kom, hier, pak. Vast. En toe maar weer. Goed zo. Oké, die laat zichzelf uit. Toe maar. Doei. Goed zo. Nou, daar gaat Storm weer. Ik heb ook nog maar eens eventjes een rode pet gepakt en de rode Knolpower Fanny Pack. En nu ben ik serieus, het is niet helemaal dezelfde kleur rood, maar ik ben wel helemaal in het rood gekleed. En zelfs, jawel, de onderbroek, hoppakee, is weer aanwezig. Super nice. Voor meer van dat soort vette items, check even knolpower.nl. En wij zijn allemaal onze spulletjes aan het pakken. Wij gaan namelijk naar buiten. Ik bedoel, als je dit zo ziet, het is ongelooflijk mooi weer. Daar willen we natuurlijk van genieten. We gaan niet naar een plek waar heel veel mensen zijn, want we zijn nog steeds in quarantaine. Het is vandaag quarantaine dag 6. Maar we willen toch even frisse lucht gaan halen. Dus we hebben echt hele vette objecten waar we mee naar buiten gaan. En dit is er eentje van. Een elektrisch skateboard. Dan hebben we hier verderop elektrisch skateboard nummer 2. En ik ben zo blij dat ik heel veel van dit soort gadgets heb, want het komt nu perfect van pas. Dan hebben we hier gadget nummer 3. Dit is de elektrische fiets. Daar kunnen 2 mensen op, dus dat is ook super nice. En we hebben natuurlijk het dikste vervoersmiddel. En dat is mijn minibike. De Yamaha minibike. Dat is nummer 4. Dus dan zijn we precies genoeg. Kunnen we met 5 mensen op pad. Oké, daar gaan we weer mensen. Op avontuur. Hey, hallo. Hi. Zo, motortje aan. Grasveld en er is verder gewoon helemaal niemand. Dus we kunnen compleet op ons eigen gang gaan. En laat maar even zien. Leg de bal maar op die lijn en dan op de lat schieten. Ik ben echt benieuwd of Lars een beetje kan voetballen. How could this happen to me? De meester gaat ook even een poging wagen. Oh! Zijn allereerste. Maar we hebben Myron ook. Ik ben benieuwd. Zet hem op. Zo, pas op. Oh, ik dacht op Nicole. Kijk of Enzo het nog in zich heeft. Ah, ik weet waardoor het komt. Ik moet even andere schoenen aan doen. Hier liggen mijn voetbalschoenen. En kijk, hier heb ik ook mooi mijn eigen naampje op staan. En KP, een Nederlands vlaggetje. Deze heb ik ooit een keer zelf laten maken. Super nice. En natuurlijk ook weer in het rood. Oh, daar. Myron! Leg hem op doel straks. Hou je wel eens even. Oh ja. Oh ja. Hey! Hij moet zo'n rainbow doen en dan één kaart doen. Hey! Paal! Halve punt! Lekker hoor, je raakt hem zelfs 2 keer. Ja. Zo. Oh. Wat een bal wel hoor. Op het latje weer. Ga je hem tegenhouden, Lars? Ja. Oh, bijna. Die kruising, hè? Je kan alvast daar gaan staan. Oh, wat een redding, hoor. I believe I can fly. Zo. Lekker. Ja, je wist natuurlijk ook waar die heen ging, hè? Oei, lekker, hoor. Die was heerlijk in de kruising. In de cruising. Cruising.
Roezoe. Myron, kom op. Ik richt gewoon op het doel. Nee, voor de crossbar, kom op. Doe het. Op de crossbar. Oh! Sick hoor. Gewoon de eerste keer, hè? Nou, Mees, leg de kijkers eens uit. Waarom staan we hier? We hebben net een potje gezestiend. En Larsje heeft verloren helaas. Dat betekent dat we vanaf de 5 meter of zijn mooie billetjes mogen schieten. Yes! Nou, daar gaan we. Dit is echt zo'n ding. Het gaat of perfect raak, of hij gaat echt knijterhard mis. Heb je gezien hoe hard Mees kan schieten? Ja, dat heb ik doorgehad. Een ongenadeloos schot op mijn billen. Oh, die was bijna. Dat yes! scheelde niet veel. Maar meestal doe ik eerst zacht om dat te raken, zodat ik daarna keihard. Ja, dat doe ik dus altijd. Ik doe altijd eerst zacht. Dus Lars die staat daar en doe ik gewoon dit, ja. En dan heb ik zacht en dan mag ik meter dichterbij. Een meter dichterbij? Ja. Dat mag toch naar elk schot? Ik ken die regel niet, maar het mag. Hé, maar hoezo schiet je dan als eerste zacht? Nou, omdat ik dan nog een keer mag schieten, dan kan ik poeieren. Ik doe altijd eerst lief en daarna... Oké, dit was lief. Nou, je mag best een meter dichterbij, maar ik denk dat ik dan echt sterf. Dat doe is... maar, als dat jouw regel? Mijn regel is altijd, als je raakt, dan mag je een meter dichterbij. Nou, dan doen we dat. Ja, maar ja, dan kan je elke keer tering zacht schieten tot je hier staat. En uiteindelijk mag je uit je handen. Ja, ken je dat niet? Ja, ik ken het wel, maar ik heb het nog nooit gehad. Je moet nooit te veel nadenken. Kijk, Lars, bal, hup. Kijk, mag ik weer een meter dichterbij? En als ik nu raak, mag ik daarna mijn handen. Ik weet zeker dat de mensen kijken die dit kennen. Dat je zeg maar eerst vanaf de 5 meter, dan een meter dichterbij raak uit handen. Ja, precies. Ja, het zal vast kloppen. Ja? Ja. Oh. En dan nu uit de handen. Zijn jullie klaar voor een keiharde poeier op Lars en Anoush? We zijn er klaar voor, Enzo. Ja? Ja. Oh, yes! Yes! Oh! Wat een gelukkig. Oh, hij schaat langs mijn been. Als die raak was, had ik in één keer lopen huilen. Dan heb je zeg maar 3 keer geraakt en dan moet je uit de handen en dan mis je. Ja, helaas. Kan gebeuren. Dat was het avontuurtje buiten weer, mensen. Het waait wel heel hard, dat is echt jammer. Het was ook heel erg jammer voor het voetballen, maar het was wel heel leuk en gezellig. En fijn om even weer buiten te zijn. Natuurlijk zorgen we er nog steeds voor dat vandaag op de 6e dag van quarantaine we niet in aanraking komen met andere mensen. Dus zoals we net even op het voetbalveld waren, kwamen er af en toe wel mensen naar ons toe van hey, kunnen we even een foto maken? Waarop ik gewoon vertelde van ja, tuurlijk. Als je gewoon je telefoon op deze manier houdt en je maakt gewoon zo'n selfie, dan ga ik wel achter je staan en dan hebben we een mooie foto met z'n tweeën tijdens de quarantaine 2 weken. En ik ben best wel eventjes nog weer bezig geweest met Call of Duty Modern Warfare. Het is echt wel een heel erg leuk spelletje. Het is wel echt heel erg gezellig ook, omdat je dan toch weer met vrienden online aan het spelen bent. En ik heb al heel erg lang niet meer echt heel erg veel gegamed. Eerder gamede ik echt knijters veel. Het is best wel leuk om dat toch een beetje een paar uurtjes zo per dag in te halen. Tijdens de quarantaine dagen. Dus hier heb ik het voor me en dan heb ik nog 2 beeldschermen aan de zijkant. En ik heb deze thumbnail van de vlog van laatst met de Lamborghini heb ik als bureaublad achtergrond gedaan, omdat ik hem gewoon zo sick vind. Ik vind hem echt zo ontzettend vet gelukt. So yeah, dus dit is mijn gaming setup, zeg maar. Echt super nice. 2 hours later. Leef je nog? Ja, zie ik eruit alsof ik niet leef. Nee. Ja, leef maar. Ik doe gewoon lekker geslapen. Ja, je lag echt schattig in een foetushouding hier zo op de bank. Foetushouding? Foetushouding? Weet je niet wat het is? Ja, zo. Zo lach je. Ja, dat is lekker, want ik heb het gevoel als ik mijn benen intrek in de feutshouding dat ik dan sneller warm word, omdat ik dan een kleine oppervlakte heb. Ja, dat is wel zo. Snap je? Dat is allemaal VWO-thinking. Dat is allemaal over nagedacht. Oké, wat gaan we eten? Nee, ik ga weer slapen. Nee, je ziet er super goed uit, hè. En ik heb begrepen dat Lars en ik 2 hamburgers per persoon hebben. Ja. Lekker! Hoppakee! Kijk eens even, hier, AirPods, zo, hier, huts. Even lekker meebakken. Nee, die hebben we niet nodig. Oh. Die gaan kapot, gek. Van wie zijn die? Van Mees. Hij is doen het nog. Blijf maar op. 10.000 luchtballen. Ik moet niks tegen Mees zeggen, jongen. Nee. Dit is een...
dit is een kwestie of ik mijn kijkers kan vertrouwen. Als Mees iets hoort, dan is het via jullie, hè. Dus ja, niks zeggen. Of dit is je manier om te checken of Mees je vlogs kijkt. Ja, ook wel een beetje. En s'avonds zie je zijn bed op de bank, ligt hij zo. Ja. Oh, je hebt wel echt wel zin in. Zo, we hebben een hele krop salade geperst. Lekker salade. Oh, is dat salade? Nou, dat meen je. Het zag eruit als gewoon alleen sla. Krop sla. Nee, er zit zilveruitjes, augurk, een uitje. Jeetje, wat boffen wij, hè? Ja, dat is niet normaal. Maar waarom schrijf je dan niet van ons op, Lars? Het is toch voor ons? Jullie hebben dit toch voor ons gemaakt? Ik bedoel, jullie zitten toch gewoon bij voor de gezelligheid? Nee, weet je wat? Laten ze ook voor hun opscheppen. Nee, ze hebben niet door dat dit hun bord is. Oh! Je? Wil je ook? Lekker. Hoor. Nee, we scheppen ook voor jullie. Oh! Kom maar! Oh, dat was echt tegelijk. Zo. Nou, eet smakelijk allemaal. Dit wordt echt genaaid. Hey, dames en heren, ik heb zojuist het grappigste filmpje ooit gezien. Denk je dat Enzo al slaapt? Want ik wil hem eigenlijk even laten zien. Volgens mij wel. Denk je dat ik het erg vind als ik hem even wakker maak? Nee, denk ik niet. Oké. Ik hoop het. Ik bedoel, ik heb echt... Het is top wat ik nu heb gevonden op mijn telefoon. Eens even kijken. Enzo, what the fuck? Wie is dit? Huh? Oh shit, man. Wat? Oh, wie ben jij? Oh. Miron? Ja, ik kan het eigenlijk... Hey! Wie is dit? What the fuck? Je kan het uitleggen. Dit was zo dom. Dit was zo dom. Je bent je pruik vergeten. Ja, dat zei ik. Dit is echt bizar, mensen. Ik ben super slecht in sketches. En ik dacht, het is leuk om een sketch te doen. Dat Mees en ik hier in bed liggen. En dat Lars dan binnenkomt van, what the fuck, Enzo, wie is dat? Maar ik heb echt de hele tijd lopen huilen. Omdat, kijk nou. Ik kan hem niet serieus aankijken. En ik moest met hem daar in bed gaan liggen. En ik moest gewoon huilen van het lachen, echt. Ik had het niet meer, dus ik kan het niet. Ik moet te veel lachen. Echt, ik had het echt niet meer. Ja, maar mensen weten ook niet waarvoor je dit doet. Ja, omdat hij het leuk vindt. Nee, helemaal niet. Jawel, dit is meestal zijn vrije tijd. Het was maar zo'n feest. Nee, weet je wat? Mees die heeft een challenge verloren op het kanaal van Lars. En toen moest hij helemaal volledig in de make-up. Ja, die jerk hoeft helemaal niet, maar... Dit vond ik wel leuk. Conchita, doe een backflip. Moet je naar haar toe trekken? Ja, dit wordt het thumbnail. Sup, dude. Hey jongens, check Moses, check Moses. Sup, dude. Oh, ik ga helemaal stuk. Oh, dat kan echt niet. Oh, dit is geniaal. Dit kan nog echt je haar zijn ook. I'm Trudy, bitch. Ja hoor. Biertje doen, zo biertje doen. Het gaat er niet af. Oh echt, ja. Ik ga helemaal stuk. Maar het is toch eigenlijk bizar, mensen. Hoe je zeg maar met zoiets simpels met het is toch bizar dat je met alleen zo'n petje... Ik wil het ook zien als ik geen make-up heb. Wat? Dat petje? Ja, maar dat bedoel ik. Zoveel kan het je uiterlijk veranderen met één simpel petje. Dat is echt bizar. Hè, Mees? Ja, jeetje. Ik ben echt helemaal klaar mee. Ik ga weer huilen. Lars heeft het ook niet meer. Maar hoeveel likes mogen we Enzo opmaken? Ja. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Nee,
bij mij is het helemaal niet erg. Jij bent zo'n gast van een nitro-kist. Hoe heet het weer? Nitro-kist. A few moments later. Zo! Jij de mono moet gaan nog een biertje ophalen! Kom dan! Hij kan het ook echt zijn. Hé. Nu dan! Als Enzo nooit YouTube had uitgevonden. Jongen! Pet boom, jongen! Hé! Hey! Kom dan! Wat nu dan? Hij doet het weer! Hij doet het weer! Kom dan! Ha? Snap je? Hij doet het weer! Ik heb het gewoon gemaakt! Nou, gelukkig ben ik niet de enige die bezig is. Oh, ik heb zin om een checkje te draaien. Oh, lekker man! Even andersom ook nog. Hier, kijk, en dan nu zie je dit weer. Denk je, wat een lieve jongen. Ja, dat is toch bizar? Denk je, dan zie je dit lieve jongen en dan in één keer... Hey, kom dan! Ah, wat dan, hè? Hey, hallo. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vergeet godverdomme niet dat duimpje omhoog te doen, kut! En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgen. Godverdomme nieuwe video weer, of niet dan? Moet jij nou eens kijken wat ik heb gedaan met mijn haar. Hey, ik doe even de gordijntjes open. Ik zie gewoon dat het mooi weer is buiten. Hey, Myron. Het is gewoon mooi weer buiten als ik zo'n gordijntje open heb. En nu is het gewoon donker, nu is het gewoon licht. Ja, bijzonder hè, dat het zoveel met je doet. Ja, het is echt apart. Als ik zo in de spiegel kijk, denk ik... Ja, dit is absurd, man. Leven is absurd, mensen. Leven is absurd. Maar dat zie je maar weer in de vlogs van Enzo Knol. Leven absurd is. Even serieus, voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn en die nieuw zijn op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Enzo. En ik doe alleen maar van dit soort rare shit. Dit is wel echt. Dit is geen pruik, geen make-up. Dit is hem. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Want ik merk dat er nog veel mensen mijn video's kijken die niet een abonnee zijn. Abonneren is gratis. Je hoeft alleen een YouTube-account aan te maken. En dat is ook super simpel, super makkelijk. Dus doe dat eventjes. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan krijg je van Mees een kusje. Als je dat hebt gedaan. Dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie weer genoten van deze gloednieuwe vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen, zoals ik net ook al heb gezegd. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik tag jullie morgen en, zoals ik elke dag zeg, dikke, vette peace! Knol power! En zo? Wacht. Wat is er aan?